De betrokkenheid bij de bescherming van ons milieu is voor Adam Opel AG het zichtbare teken van een verantwoord ondernemingsbeleid. Steeds weer nieuwe prestaties op het gebied van ontwikkeling maken vroegtijdige oplossingen mogelijk die in de publiciteit als belangrijke argumenten kunnen dienen. Onder de veelzijdige activiteiten voor de milieubescherming is recycling van bijzonder actueel belang. Recycling betekent waardevolle materialen van afval scheiden en opnieuw gebruiken. Met de voor Duitsland geldige terugnamegarantie voor de Astra loopt Adam Opel AG al enkele stappen vooruit op de eisen van de wetgever. Schaarser wordende grondstoffen en krappere vuilstortmogelijkheden maken deze beslissing voor de toekomst ook economisch zinvol. Milieubescherming betekent in dit geval dat we ons op het totale resultaat richten. Alleen als alle belanghebbenden hun steentje bijdragen, kan het gemeenschappelijke doel worden bereikt. Tijdens de ontwikkeling van nieuwe auto's wordt al rekening gehouden met recycling. De eis een auto met het oog op recycling te ontwerpen houdt de volgende voorwaarden in. De auto moet aan het einde van zijn loopbaan weer gemakkelijk demontabel zijn. En de te scheiden materialen moeten weer als grondstoffen voor de productie van nieuwe auto's gebruikt kunnen worden. Staal en ijzer hebben nu al een recyclingquotum van meer dan 95%. Maar ook voor de overige waardevolle materialen moet naar technisch grootschalige recyclingmogelijkheden worden gezocht. Dat geldt met name voor het enorme aandeel van kunststoffen die in de auto-industrie onmisbaar zijn. Opel is er samen met gespecialiseerde bedrijven in geslaagd doeltreffende opwerkingsmethoden te ontwikkelen voor de in auto's toegepaste kunststofcomponenten. Zo worden voor de Astra al diverse onderdelen zoals isolatiepanelen, steunen en bekledingen vervaardigd van kunststof die geschikt is voor recycling. Andere kunststofonderdelen, die we eveneens van opgewerkte afvalstoffen zouden kunnen vervaardigen, worden getest. Als dat positieve resultaten oplevert, zullen ook deze onderdelen van recyclingmateriaal een plaats krijgen in de serieproductie. Bij de materiaalkeuze hanteert Opel strenge richtlijnen. Omdat uit cadmium bij de verwerking van schroot het schadelijke cadmiumoxide vrijkomt, werden milieuvriendelijke alternatieven voor dit zware metaal ontwikkeld. Op het gebied van de laktechnologie, de corrosiebescherming, alsmede het inkleuren en stabiliseren van kunststoffen, is Opel erin geslaagd de productie op milieuvriendelijke alternatieven af te stemmen, zonder dat het de kwaliteit negatief beïnvloedt. Dit preventieve beleid betekent ook dat het gebruik van asbest in het belang van onze gezondheid wordt vermeden. In dit opzicht heeft Opel in 1982 met de Corsa als eerste serieauto met een asbestvrije koppeling en dito remmen het voertuig binnen de Duitse automobielindustrie genomen. Inmiddels is dit twijfelachtige materiaal ook uit alle andere autotypes van Opel verdwenen. Bij de keuze van brandstoffen en dergelijke worden eveneens de criteria van de milieubescherming toegepast. Een onmisbare voorwaarde voor het gebruik van alternatieve materialen is hun kwaliteitsstandaard. Bij de keuze van de kunststoffen houdt het in dat ze geschikt moeten zijn voor recycling op hoog niveau. Thermoplastische kunstharsen voldoen aan deze eisen. Bijzonder goede resultaten bereiken onze technici met polypropyleen. Het kan milieuvriendelijk worden opgewerkt en vrijwel zonder kwaliteitsverlies voor nieuwe producten worden gebruikt. Voorwaarde voor een gesloten grondstofkringloop is de zuiverheid. Alle kunststofcomponenten worden daarom met internationaal gestandaardiseerde afkortingen aangegeven. Opel gebruikt de codes al sinds 1979. Doorslaggevend voor de economische haalbaarheid van recyclingprojecten zijn constructies die het mogelijk maken voor hergebruik geschikte componenten met eenvoudige technische middelen in korte tijd te demonteren. Ook samengestelde componenten kunnen we recyclen als het scheiden van de afzonderlijke onderdelen door een eenvoudige demontage mogelijk is. Om het materiaalgebruik en de demontagetijden te onderzoeken, werd in 1991 een intern proefproject uitgevoerd,
Alle automodellen die nu of in de toekomst in aanmerking komen voor hergebruik van het toegepaste materiaal, werden in een demontageafdeling op het fabrieksterrein van Opel voor een milieuvriendelijke verwerking voorbereid. Dat gebeurt trouwens ook met nieuwe autotypes. Een soortgelijk project werd in hetzelfde jaar samen met een afvalverwerker uitgevoerd. Hierbij lag het accent op de rentabiliteit van de demontage. Ook deze samenwerking wordt voortgezet om meer inzicht te krijgen. Met het oog op de toekomstige terugnamegarantie voor oude auto's zal immers een netwerk van goed geoutilleerde sloopasbedrijven vereist zijn. Maar al voor het einde van de levensduur van een auto en voordat de taak van het sloopasbedrijf begint, zijn er talloze andere recyclingkringlopen. Na aflevering van de auto aan de klant begint de taak van de dealers en werkplaatsen. Bij het dagelijkse servicewerk zijn er diverse mogelijkheden om olie en andere vloeistoffen voor hergebruik te bewaren. In Duitsland worden motor-, versnellings- en hydraulische olie, evenals koelvloeistoffen, door de leveranciers verwerkt. Maar dan moeten ze wel in gescheiden containers worden verzameld. Daarbij moet er vooral op worden gelet dat volledig synthetische versnellingsolie op basis van polyglycol gescheiden van andere oliesoorten wordt verzameld en opgeslagen. Remvloeistoffen die apart zijn opgevangen kunnen eveneens door de fabrikant worden verwerkt. In dit opzicht is Opel er bovendien in geslaagd vooruitgang te boeken volgens de stelregel dat voorkomen beter is dan genezen. De verversingstermijn voor remvloeistof zal in de toekomst worden verlengd. Bij automatische versnellingen zal de olieverversing vrijwel helemaal vervallen. Alle auto's vanaf het modeljaar 1992 zijn voorzien van een onderhoudsvrije vulling. Alleen voor echte kilometervreters of bijzonder zware bedrijfsomstandigheden zal de olieverversing nog worden aanbevolen. Er is ook nieuws op het gebied van airconditioning installaties. Opel zal het koelmiddel Frigeen R12 gaandeweg vervangen door het nieuwe middel R134A dat onschadelijk voor de ozonlaag is. De werkplaatsen voor de service en het onderhoud van airconditioning installaties moeten hiervoor opnieuw worden uitgerust. Nieuwe airco's hebben gewijzigde serviceaansluitingen. Het vullen, het luchtledig maken en andere recyclingwerkzaamheden vereisen daarom nieuw gereedschap. Voor het onderhoud van airco's zijn in de toekomst twee recyclinguitrustingen noodzakelijk. Want naast de nieuwe airco's met R134A zijn er uiteraard nog wagens op de weg met airco's op basis van R12. Beide koelmiddelen mogen we in geen geval in de airco-installatie met elkaar vermengen of simpelweg door het andere vervangen. Bij reparatiewerkzaamheden aan de auto spreekt het al lang vanzelf dat veel onderdelen opnieuw gebruikt worden. Gespecialiseerde bedrijven maken van complete of basismotoren zo goed als nieuwe ruilcomponenten die weer in de auto worden gemonteerd. Hoogwaardige materialen die voor recycling in aanmerking komen, vinden we ook in de uitlaatkatalysator, namelijk platina en rhodium. Er bestaan verwerkingsbedrijven die deze waardevolle edelmetalen door middel van speciale procedés kunnen scheiden en voor hergebruik geschikt maken. Andere specialisten nemen de verwerking van gesorteerd verpakkingsafval voor in rekening. Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe verpakkingsverordening in Duitsland is de handel verplicht tot terugname van gebruikt materiaal.
Op het gebied van kunststofonderdelen is Opel erin geslaagd de eerste recyclingkringlopen te realiseren. Gemerkte bumpers van polypropyleen worden in boksen verzameld en door samenwerkende opwerkingsbedrijven afgehaald. Ook ingezamelde oude accu's kunnen met succes worden verwerkt. 90% van het teruggewonnen hardlood is geschikt voor de productie van nieuwe accu's. De accubak wordt fijn gehakt en tot zuiver granulaat verwerkt. Met uitgebreide materiaaltesten wordt de kwaliteit van de gerecyclede kunststof gecontroleerd. Want de kunststoftoeleveringsbedrijven van Opel gebruiken het als grondstof voor nieuwe serieproducten. Uit de oude accubakken worden wielkastbekledingen vervaardigd. Bijvoorbeeld voor de Astra en de Calibra. Om de weerstand tegen steenslag te verhogen, voegt men aan het granulaat van de accu's materiaal van gerecyclede bumpers toe. Van het grootste deel van de uitgerangeerde bumpers worden steunen voor nieuwe bumpers gemaakt. Wanneer dan na 20 tot 30 jaar en de zoveelste kringloop de kwaliteit van het recyclingmateriaal niet meer aan de strenge Opel-normen voldoet, wordt het zoveel mogelijk gebruikt voor producten waaraan lagere kwaliteitseisen worden gesteld. Door de toepassing van gerecyclede grondstoffen voor de serieproductie neemt de vraag sterk toe. Om stagnatie te voorkomen, moeten deze grondstoffen overal worden verzameld en gesorteerd. Een veelbelovende materiaalkringloop is ook de verwerking van polyurethaan van schuimplastic zittingen tot isolatiemateriaal dat achter het dashboard en onder de motorkap wordt toegepast. Ook het polycarbonaat van de gelakte bumpers van de Kadett GSI en de Senator wordt opnieuw gebruikt als basismateriaal voor de achterspoiler van de Astra. De verwerking van de voor recycling geschikte interieurbekleding zal na beëindiging van de testfase eveneens in serieproductie gaan. Al deze kringlopen vormen een belangrijke stap naar ons doel om door je bewuste planning shredderafval zoveel mogelijk te vermijden. Maar pas als werkelijk alle onderdelen van een auto op de een of andere manier opnieuw gebruikt worden, hebben we het doel bereikt. De Astra is de eerste auto die door Opel volledig voor dit doel werd ontworpen. Daarom bestaat er in Duitsland voor dit model al een terugnamegarantie. Wanneer in de toekomst een klant met zijn afgedankte Astra bij de dealer komt, zal die contact opnemen met een goedgekeurd verwerkingsbedrijf voor Opelwagens. De eerste taak van het verwerkingsbedrijf bestaat uit een beoordeling van de auto. Voorwaarde voor de door Opel gegarandeerde terugname is de originele toestand. Het betekent dat men op de originele Opel-onderdelen let. Die mogen niet zijn vervangen door componenten en accessoires van andere fabrikanten, want dat kan de verwerking bemoeilijken. Verder mogen al van tevoren geen onderdelen zijn verwijderd en let men op ernstige beschadigingen als gevolg van ongevallen.
Wanneer de Astra aan de voerwaarden voor de terugnamegarantie beantwoordt, krijgt de klant van het verwerkingsbedrijf de dagwaarde van zijn oude auto na aftrek van de transportkosten. Verder ontvangt de klant een certificaat als bewijs dat hij zijn wagen volgens de voerschriften heeft ingeleverd. De teruggenomen auto's worden door recyclingspecialisten in 3 fasen gesloopt. Om te beginnen verwijderen ze met speciale apparatuur alle vloeistoffen, motorbrandstoffen, olie, koel en remvloeistoffen worden in afzonderlijke vaten verzameld. Ze gaan terug naar de producenten en worden daar opgewerkt of volgens voorschrift opgeslagen. In de tweede fase worden de banden, het glas, kunststof en textiel uit de auto gehaald. Men verzamelt het in gescheiden containers voor verdere recycling. De overgebleven carrosserie verdwijnt in een shredderinstallatie. Maar ook het metaal moet worden gesorteerd in ferro- en non-ferro materiaal, voordat het wordt overgebracht naar andere verwerkingsbedrijven, zoals staalfabrieken en smelterijen. In Duitsland bestaat een plan voor de geleidelijke oprichting van zo'n 300 verwerkingsbedrijven die maximaal 30 auto's per dag kunnen slopen. Het opzetten en verwezenlijken van dit landelijke netwerk van verwerkingsbedrijven wordt op het ogenblik in samenwerking met de betrokken takken van industrie in hoog tempo uitgevoerd. Men verwacht met ingang van 1994 een verordening van het Duitse ministerie van Milieuzaken die de automobielindustrie verplicht tot terugname van afgedankte wagens. Het zal waarschijnlijk de eerste wettelijke regeling op dit gebied in heel Europa zijn. In Zwitserland wordt het storten van licht shredderafval vanaf 1996 verboden. Aangezien er onvoldoende capaciteit is voor het verbranden van bijzonder afval, zal er een heffing komen voor de bouw van nieuwe verbrandingsinstallaties. De prijs van een nieuwe auto stijgt dan met 75 Zwitserse franken. In Zweden en Noorwegen moet al sinds het midden van de jaren 70 respectievelijk 1500 Zweedse en 1000 Noorse kronen als borgsom worden gestort voor de latere verwerking van een auto. Wanneer de laatste eigenaar de wagen bij het verwerkingsbedrijf inlevert, krijgt hij dit bedrag terug samen met een schriftelijke bevestiging. In Nederland en Groot-Brittannië werken industrie en overheid samen aan de vereiste infrastructuur voor de recycling van oude auto's. Zoals het er nu uitziet, zullen Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland het Duitse concept voor kunststofrecycling overnemen. Over niet al te lange tijd zullen ook in deze landen kunststofonderdelen voor hergebruik geschikt worden gemaakt. Het wachten is nog op een gemeenschappelijk Europees model. Diverse studiegroepen van industrie en overheden werken in hoog tempo aan een grensoverschrijdende regeling. Het zoeken naar oplossingen voor deze problematiek en de verwezenlijking eist van alle betrokkenen veel verantwoordelijkheidsbesef en deskundigheid. Alleen op die manier kan de kringloop van grondstoffen door recycling op een doeltreffende manier worden voltooid. Het is een gemeenschappelijke taak in het belang van het toekomstige leefmilieu.